Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij deze de Disneycraft special. Zo, kom maar haast niet meer uit. Wauw. Hallo Gio, hallo Celine, hallo Bibiri. Hey. Hallo. Ardo, en we zijn hier met een vernieuwde Main Street een beetje. Nou, het is niet de Main Street, de openingspad om het zo te noemen. De server is open en gelijk al 37 banden online. Volgens mij hebben die nog geen school, heb ik het gevoel. Nee, niet, nee. En net als ons, we zijn allemaal werkloos. En, nee hoor. En ik zie een SpongeBob, een soort, nee Patrick, zo, goedemorgen, ik ben echt nog niet wakker, geloof ik. En we hebben de VIP room, we hebben, het was heel raar, we hadden alle NPC's hadden we neergezet in de vernieuwde room. En blijkbaar stonden die vanochtend, stonden die allemaal op het grasveld. Dus stonden ze eigenlijk allemaal hier op een rijtje. En zijn we dus weer bezig geweest om alle NPC's weer over te zetten naar deze VIP room. Mocht jouw NPC er niet bij zitten, kom gerust langs in de server. Ik zet het geluid uit van Minecraft. Kom gerust langs en kijk of jouw NPC hierbij staat. Mocht hij er niet bij staan, dan kan je altijd even contact met me opnemen. Maar hij staat echt helemaal vol al. Het is echt heel erg schön. Heel mooi. Je kunt hem er ook beter bij passen nu. Het is inderdaad meer Disney nu gemaakt. Inderdaad. Ja, ja. En dat is eigenlijk expres gedaan, omdat het, ja, in het begin is altijd een beetje een testfase. Je gaat iets van diamond en gold maken met de nabewerking van een VIP room moet natuurlijk wel met diamond worden gemaakt en gold. En daarom hadden we hier een heel blok neergezet. En nu is het meer een klein paleisje geworden. Ziet er ook wel leuk uit op de kaart, vind ik. We konden trouwens die lapisdaken konden ook nog in het rood maken als we wilden. Maar het past nou heel erg mooi bij het grote kasteel. Dus dat het eigenlijk in één is. Eerst dachten we van, zullen we de VIP-kamers in de kasteel maken? Maar dat wordt misschien een beetje proppen. En dit maakt het wat specialer dan dat we een verborgen plek in het kasteel maken, bij wijze van spreken. Ja, nou, zoals je ziet, als mensen praten. Hallo, dan zou je al gelijk opvallen. Ja, hier zo, level 2, level 4 zelfs. Allemaal mensen zijn level geworden. En dat is dus dat nou eindelijk autorank werkt. Want er waren mensen namelijk 40 uur in de server en die hadden nog steeds level 1. En we gaan uitleggen hoe dat level systeem werkt. Het is gewoon een extraatje. Het is niet bijzonder en het is eigenlijk nog niet. Maar we gaan, laten we zeggen, als je level 10 bent, krijg je van ons zeker wel een paar leuke extra's. En ik weet niet, valt dat in te stellen, Gio? Dat moeten we dan handmatig geven als we zien dat iemand level 10 is. Oké, top. Dan ga ik dat bijhouden naar administratie. Als iemand een level 10 wordt, dan is dat zeker gaaf dat je dan heel veel coins krijgt van ons. Ja. Ja. Ik ga eens kijken. Level 1, je bent na 3 uur ben je level 2. Dat klopt, hè? Ja. Na 6 uur ben je level 3. Het dubbele 12, dubbele 24. Laten we zeggen, als je level 5 wordt, moet je 8... Nee, dat is meer dan. Nee, ik ga toch de rekenmachine erbij pakken, hoor. Ja, nee, er wordt echt te veel. Ik heb het uitgerekend. Oh, ga ik schrikken? Level 10 is 768 uur. Oh, dat valt nog best mee. En in de gewoon nachtelijke server heb ik toen al iemand gehad die 100 uur had gehaald. Wauw. Vrij snel. Ik ben benieuwd hoe het hier gaat. Want als we AR leaderboard doen, dan kunnen we al zien wie het meeste gespeeld heeft. Inderdaad, ik ga eens even kijken. Ik weet niet of de anderen dat ook kunnen bezoekers, maar je ziet hier inderdaad een lijstje, Big Beach op 1. En ik zit nog een mager. Maar ik ben mager natuurlijk. Komt een magere score, want ik heb natuurlijk mijn computer niet gehad. Precies. Ga je wel inhalen, hè? Excuus. Ja, ik ga je inhalen. Wacht maar. Zeg jij maar niks. Is dat niet eens in de top 10, is het niet? Ja, maar ik ben niet de enige die in de top 10. Nee, dat is waar. Er zijn heel veel mensen zijn niet in de top 10. Maar je merkt wel aan de mensen die in de top 10 Gio staan. Gio staat ook niet in de top 10. Nee. Oh. Gio. En Roby ook niet. Roby, nee, maar Roby, dat weten we. Die heeft met de laptop heel veel problemen altijd. Oh, tuurlijk. Autorank zegt bij mij, hey joh, je hebt dan net pas 9 uur in de server gespeeld. Daar klopt volgens mij niet echt heel veel van. Oh, wauw. Waarschijnlijk omdat je toen had gereset. Dat kan best, ja. Ja. Nou, gisteren hadden we een beetje een probleem, want gisteren hadden we dat inderdaad, gisteren hadden we opgenomen, vanochtend zag je het online, dat de server ineens crashte door, DDoS, zo zeggen het ze volgens mij, DDoS. Ja, DDoS. Zullen we een ritje monorail doen? Een ritje monorail? Ja, een ritje monorail. Ik vind dat we dat gewoon even moeten doen met z'n allen.
Het is ook zo'n mooie attractie. Het is echt een mooie attractie. Hallo, ja. Komt u maar. Alle VIP's komen. Hallo VIP's. Ze komen ook allemaal. Huppakee. Huppakee. En dan spannen we de trein. En dan wil ik het liefst even vooraan zitten. Ja, kijk eens. Komt u maar in de stoomcabine. Dat is achteraan, toch? Nee, je gaat naar achteren. Ik vind niet eens op de derde plek, zie ik. Voor me zit hij vol. Of niet? Nee, daar kunnen makkelijk mensen bij. Grote lol. Want er komen mensen die weten dat we hier zitten. We zitten vol. Ja, volgens mij. Er zit nog twee plekken. Hoor je dat ook muziek, jongens? Kan je er nog bij zitten? Ja, ik kan nog bij. Doe maar. Oh, ik kan hem zo vertrekken. Ik heb weer die probleem dat ik niet erin kan. Echt? Ja. Oh. Blijf eens bij me, dankjewel. Go op, go. Ja, ik ga er zo meteen wel in. De laatste plek. Oh. We gaan, jongens, en dit is de monorail. Hij gaat best wel, een goede snelheid. Ik kan zo vliegen. Het is inderdaad een beetje een dark ride AK. Ik vind het zo vet, hè, dat we die hangkarretjes hebben. Nu. Leuk, hè? Ja, maar niks onder je grond zit. Onder je voeten. Ja. Nou ja, een karretje. Een karretje. Helaas. Dat karretje, maar als je de karretje nou niet zou zien, dan vlieg je gewoon. Oh, en iemand daar zo, Royal Miner. Kijk, die is aan het springen. Ik denk, verdomme, waarom zit ik er nou niet in? Schrammels, waarom zit ik nou niet in? Schrammels. En plaatsen daar gewoon een kistje, omdat het kan. Oh, er komt een boef. Ik zie de boef. En we komen langs het reuzenrad. Het reuzenrad is heel erg plat. We gaan dat verbeteren nog. Maar het reuzenrad wordt dus anders nog. Ah, het staat wel mooi zo hier, het reuzenrad. Het reuzenrad staat perfect, ja. Ja, mooi. Alleen hij moet breder gemaakt worden, want de karretjes moeten we ook ingaan. En dan maken we teleportaties, dat je helemaal rond kan gaan in het reuzenrad. Dus dat je op knopjes kan drukken en dan kan je of op plates gaat staan en dan kom je steeds hoger in het rad, dan ga je naar het volgende karretje. Oh, dat is ook dat wel is leuk, wel ja. Leuk, ja. Ja, toch? Ja. Of we kunnen iets proberen met die hangkarts. Dat je op een... Nee, ik denk dat we lopend, want lopend kan je blijven genieten van het uitzicht. Dan kan je zelf bepalen wanneer je... Dus we gaan die breder maken. Hallo, en Stef. Zelf bepalen wanneer je weggaat van een bepaalde plek, zeg maar. Ik zie Gio ook zitten. Gio zit lekker met je pootjes binnenboord houden. Ik zie iedereen de voetjes steken uit. Oh, ja, bij jou ook. Oh, sorry. Ik heb eende voetjes, hè. Ja, oké. Maar dan mag het. Er kan plots een kistje bij. En nu gaan we over door de attractie van Wonderworld. Oké, Gardo, open het kistje. Ik heb een cadeautje voor je. Ja, ik heb de sign. En er zit een beertje in. Kijk, hallo jongens, ik zie jullie allemaal. Ze zwaaien allemaal. Ik ga naar Prins en zwaaien zoals we de bocht omgaan. Als je het kan zien, ga ik zwaaien. Is goed, ik hoop het wel. Het is een heel klein bochtje hoor. En zie je jou? Ja, ik zie je. Wauw, en dit is het vernieuwde plein. Hoe vernieuwd het plein geworden? Oh, er staat iemand, Royal Miner. Oh, die zwaait naar ons. Hallo. En het plein heb ik eigenlijk gedaan. Er stond dus een grote vlinder. Maar dit was een beetje een opvulling, omdat het plein best wel groot was. Ja, het was ook heel leeg, hè? Ja, het was heel kaal. Klopt. Nu is dat voller en wat mooier ook. Er staan leuke bankjes, alleen nog niet helemaal gevuld, zie ik. Dat kunnen we nog een keer doen. Even een beetje opfleuren. Yes. Ja. Hij volgt ons, hè? Royal Miner. Hij zit te zwaaien. Ja, hij zwaait heel zo, ja. Hallo. Oh, ja, ik denk van we gaan ze heen. Grote smurf. Ook klein. Kleine smurf. Hoi. En we gaan door het kasteel. I believe I can fly. Dat zegt Bob. Oh ja. Pepijn. Hallo, Pepijn. Pepijn zit achter voor... twee voor Big Beer. Ja. En het is leuk dat... zit er ook in, zie je. En het is leuk dat deze attractie ook heel veel... voordelen van dark ride hebben. Want je gaat namelijk in het kasteel een gedeelte, wat we hebben bijgebouwd. En ik heb eigenlijk alle stoombrik gemaakt om het kasteel heen. Zodat als je op X hebt, X minimap, dat het best wel nice uitziet. Oh, hier, mooi. En we gaan weer door een huisje. Ja. Ja, ik ga weer een cadeautje voor Gardo neerleggen. Oké, ik heb je bucket. Ik heb hem een emmertje water gegeven. Oh, lekker. Je zit gewoon onderling uit te wisselen. Ja, precies. Nice. En zo kan je dus ook een beetje achter de schermen kijken hoe het eruit ziet als je boven de Main Street gaat. Je ziet er misschien wel meer dingen die je normaal niet ziet. En we gaan nu binnen in het kasteel. Het is een beetje spannend, maar ook wel een beetje vrolijk ook. Want
allerlei objecten kom je, paintings. Het is best leuk als dit voor het eerst doet, want je weet niet wat je verwacht. Dus. Mooie boompjes. Ja. En zien we natuurlijk ook onze enige echte Walt Disney hier staan. En alle hoofden van allerlei medewerkers hier. Ja. Als je iedereen herkent, zou het heel knap zijn. En we komen ook leuke boekenkastjes. Robby heeft deze thematisering verder gemaakt. Ziet er leuk uit. Ziet er heel leuk uit, zo'n kistje. Oh. En nu komen wij langs het bekende vakantieresort. Je kan nog steeds huisjes kopen. Ik geloof zijn er wel al heel veel verkocht volgens mij. Heb ik het gevoel dat iedereen al flink gespaard heeft. Oh, en ik wie loopt daar? Xcor. Hallo Xcor. Ze zijn weer aan het zwaaien. Ja, echt hè? Ja. Geweldig. Hele niet vermoeiende rit. Je ziet wel veel van het park. Zo. Zeker, ja, we hadden hem niet langer moeten maken. Ook al is daar eigenlijk nog een heel groot gedeelte van het park. Het park is echt uber huge. Ja, precies. Al zit zo lang in dat ding. Jazeker. Maar ik had zoiets van, als we hem langer maken, dan heeft het een minder monorail gevoel. En dan kan je ook minder genieten van de dingen waar je langs komt. Ja. Hey, Dragon, die loopt te freerunnen. Oh. Oh. Mag niet. Je bent nu in beeld, Dragon. Wil hem heten daar betrapt? Heten daar betrapt. Dragon Q1. En we gaan naar beneden. Want dan anders komt een end. En zo ook deze video. Toch? Zeker. Zeker. Vond een leuke video, geef een goed duimpje. Vergeet niet te abonneren, dat zou fijn zijn. Zie je volgende keer terug bij een nieuwe special video. Of waarschijnlijk een nieuwe Disneycraft video. Ik ga ook binnenkort wat nieuwere games spelen op mijn kanaal. Dus vergeet het niet te checken. En ik zeg houdoe en enthousiasme. Doei. Doei.